Gaat weer beginnen hoor. Ze komen er weer aan. Eindelijk weer. We hebben langer uitgekeken weer. Dat is heerlijk. De lente begint weer. Witte goud komt weer boven de grond uit. Dus we zijn nu volop aan het steken en het seizoen gaat weer van start. Het gaat hartstikke goed, maar boven de rivieren moeten er nog veel meer asperges gegeten worden. En daar zetten wij ons onder andere ook voor in. Ze zijn vroeg dit jaar. Ze zijn even eerder dan gedacht. We hadden ze een beetje eind van de week verwacht, omdat we dan ook het eerste kistje gaan veilen. Maar het blijft natuurlijk een nieuw natuurproduct en het is al door mooi weer geweest, veel zon gehad. Ja, dus daardoor hebben ze nu al zin om lekker de grond uit te komen en op hun bordje te liggen. Hoe staan ze erbij, de asperges? Ze staan er heel goed bij. Het zijn mooie dikke asperges, zoals je ziet. Nou, het is echt een fantastisch product. Hoe is het met je kistje? Het kistje is al aardig gevuld. Het schiet er lekker op. Ja, we zijn nu de asperges allemaal aan het wassen. Ze worden eerst allemaal afgesneden op dezelfde lengte. Er zitten hier twee borstels in. Die wassen helemaal mooi schoon. En dan worden ze op dikte gesorteerd. Dus de eitjes bij de eitjes, dus de diktes bij de diktes. En het eerste kistje natuurlijk aan het vullen, want die is voor vrijdag. Vorig jaar ging het heel goed, hè, met de veiling. Ja, klopt, ging perfect. €6700, fantastisch bedrag. Hopen we dit jaar natuurlijk overheen te gaan. Maar goed, dus nog even afwachten. Het wordt sowieso een fantastische avond met een asperge diner en daarna dus de veiling. Dit is hem dan. Op naar de veiling.